Zo'n 160 organisaties werken vanuit Den Haag aan een vreedzame en rechtvaardige wereld. Die verschillende organisaties gebruiken allemaal hun eigen logo, vlag en kleuren. Ik heb de leerlingen gevraagd één vlag te maken die door de verschillende organisaties gebruikt kan worden. Hier zie je een wereld en een kat. En die kat die houdt de wereld in de gaten zodat het rustig blijft. En als er nou iemand stout is, wat gebeurt er dan? Dan gaat die kat dat zeggen. Dan gaat hij hem steken. Ging ik in op het onderwerp vluchteling. Ik vroeg aan de leerlingen in hoeveel landen ze zelf waren geweest in hun leven. Wat kan er gebeuren zodat je zelf moet vluchten? Wat ga je doen? Waar ga je naartoe? Daarover gaan deze stop-motion filmpjes. Flipboekjes, proeffilmpjes, camerastanden, scripts, bijna 2000 foto's, scènes, geluiden, decors. Ze konden het allemaal. Echt een superklas. Dan wanneer die rechtop staat, dan mag je die neerleggen. Jij bent de baas. Die vliegtuigjes die stellen de wereldoorlog of de oorlog voor. In de eerste lessen van de workshop heb ik de kinderen verteld wat een sculptuur is en hoe je een beeld zou kunnen maken. En vervolgens heb ik ze aan ze gevraagd of ze met het materiaal wat voorhanden was in de klas zelf een beeld zouden kunnen maken. Er kwamen op een gegeven moment hele stapelingen van gekleurde vilstiften, linealen werden gebruikt om een zwembad van te maken. Er werd zelfs een performance opgevoerd. Die diversiteit en de enorme inventiviteit van de leerlingen heb ik heel erg bijzonder ervaren. Come.
hebben een beeld gemaakt. Ze hebben ook heel goed naar zichzelf gekeken en wat zij vonden van vrede en net. En dat kun je zien in het mooie beeld. De P staat voor peace en dit is de wereld. Dus ja, vrede op de wereld eigenlijk. We hebben met de klas een soort van ideale stad gemaakt op schaal. Net zoals Madurodam, maar dan schaal 1 op 10. En het uitgangspunt was dat het een utopische stad werd. Een soort van nieuw Babylon, waar iedereen veilig en in vrede kon wonen. Het is eigenlijk een stad zonder bezit geworden. Er is gratis pizza te halen, je kan naar het ziekenhuis, je kan sporten. Je kan in een boomhut wonen en ze hebben ook zonnepanelen en windmolens gemaakt. En bovenop, heel handig, groeit een geldboom. Ik heb groep 6A aangemoedigd om hun eigen manier van kijken te benutten. Tijdens mijn lessen werkten de kinderen aan een inspiratieboek, die vaak gericht waren op het uitproberen in plaats van perfectie. Een beestje verandert in rare monsters en een meneer heeft het gezien. Ik heb 12 kisten gemaakt die de kinderen hebben gevuld in 7 lessen. Met allerlei materiaal die ze hebben meegenomen, hebben we in 7 lessen dus een vogelhotel gebouwd. Dus eigenlijk 12 kisten waar dus later een frame voor moet worden gemaakt en dan komt dan op het schoolplein te staan. Ik heb er heel erg veel van geleerd, ik hoop de kinderen ook, en ik vond het geweldig. In mijn lessen hebben de leerlingen met gips kunstwerken gemaakt. Vrede en vrijheid waren hierbij de aanleiding voor wat bleek een ware explosie van werklust en creativiteit. In de eerste les hebben we uitgebreid met gips geëxperimenteerd en iedereen heeft voor zichzelf een klein werkje gemaakt. Daarna zijn ze in groepjes van 4 de echte kunstwerken gaan maken. In de laatste les hebben we die beschilderd. Als je als kind gevraagd wordt je voor te stellen, hoe doe je dat dan? En wat nou als je het allemaal volledig zou kunnen verzinnen? De leerlingen zijn op ontdekkingsreis gegaan door de geschiedenis van de portretkunst. Om vervolgens aan de slag te gaan met al dan niet fictieve zelfportretten. Het project Ik zie jou scherp laat leerlingen nadenken over zichzelf, de ander en de vrijheid mogen zijn die je bent. Vrede, blij, held, een kat eten geven, familie, vertrouwen, liefde, slapen, goed geld, lachen, plezier, eigen mening, eten en drinken, buiten spelen, wat, zelf.
De plek waar ik me het meest gelukkig ben, is thuis. Lekker op de bank. Als Vrede een kleur zou hebben, dan was het fantastisch. Want met kleuren kan je heel veel uiten. Vrede is niet een plek, want het is een gevoel. De wereld kunnen veranderen zonder oorlog en geweld. In mijn hart voel ik me vrij. We are the soldiers. Heel leuk, heel leuk. Heel gezellig. We are the soldiers. Een hele grote stoel gemaakt die we nodig hadden om de verhalen die de kinderen hadden voorbereid voor te dragen. Hele stoere grote verhalen, alles was uitvergroot. Hij is zo groot dat hij niet in de wereld past. Wij vonden dat wij een hele grote bril nodig hadden. We are the soldiers of love.